Heb jij blijvende lichamelijk letsel overgehouden in je crossperiode? Nee. Ja, nou, ik heb mijn knie helemaal kapot gehad. Maar dat is allemaal weer goed hersteld en zo. Maar dat was wel een aardige klapper. De onderband gescheurd, kruisband gescheurd, knieschijf gebroken, scheen meegebroken, polsen gebroken. Ik heb een auto-ongeluk nog een keer mijn nek gebroken, dus ik heb wel van alles al meegemaakt. Maar het is allemaal goed hersteld, dus niks aan de hand. Proost. Optie Norton en Tien is optie Beza. Een tekst die hier in de Achterhoek wereldberoemd is geworden. Jonge gasten die op een crossmotor lekker aan het scheuren zijn. En daar gaat deze special van Clubgenoten ook over. Met Carrie op de quad. Deze foto staat vandaag centraal. Een regionaal talententeam uit 1987. Marcel was een internationale topper en is tegenwoordig bondscoach van de motocrossers. Willy reed ook jarenlang mee met de top, maar moest stoppen door een zware motorcrash. En Paul zit in de levensmiddelentechnologie en heeft stiekem heimwee naar de Achterhoek. Dit kereltje hier is mijn hoofdgast van vandaag, Hendrik Jan Lovink. Hij begon met motocrossen, richtte later de band Jovink en de Voederbiedels op en is inmiddels voor de 17e keer organisator van de Zwarte Cross op dit terrein. Toen ik hem de eerste keer ontmoette, dacht ik, moest een gozer op een crossmotor, dat komt niet goed. Hij kon wel crossen, maar het was niet zo dat... Ja, hij heeft denk ik wel veel van mij geleerd, laat ik zo zeggen. Altijd enthousiast, altijd positief. En hij wilde ook altijd dingen maken en muziek en crossen. En dan zei hij, kom, we gaan. Ja, nou, dan kwam er weer wat. Nou, en ik was er wel ontvankelijk voor, dus dat klikte wel. Ja, ik vond hem altijd wel een beetje de clown, zeg maar. Hij was wel de gangmaker. Ja, en elk weekend stond zijn vader langs de baan met de camera. Dus elk weekend kregen we weer nieuw filmmateriaal. Dus het was gewoon een geweldige tijd. Elk weekend weg met de cross. Ja, we gingen ook nog samen op vakantie. We trokken gewoon veel met elkaar om. Ja, zoals Hendrik met de crossen was hij dat eigenlijk ook met muziek maken. Hendrik Jan Lovink wordt in 1973 in Zutphen geboren als zoon van een Doetinchemse slager. De kleine Hendrik Jan is al vroeg in muziek geïnteresseerd en krijgt drum- en pianolessen. Omdat hij op zijn 8e nog niet op de motor mag, begint hij met fietscross. Maar dat verandert al snel in motocrossen bij TCD, de Tourclub Doetinchem in Hummelo. Maar zijn muziekcarrière gaat hem beter af. Op zijn 19e richt hij samen met Gijs Jolink de succesvolle band Jovink en de Voederbiedels op. Een paar jaar later organiseert Hendrik Jan met diezelfde Gijs een motocrossfeestje in Hummelo. Er komen 150 man op af. En 17 jaar later is de Zwarte Cross uitgegroeid tot een driedaags mega-evenement met zo'n 150.000 toeschouwers. Lovink is inmiddels mede-eigenaar van het evenementenbureau De Feestfabriek en richt 3 jaar geleden de nieuwe Backcorner Boogie Band op. De Heksenplas? De Heksenplas. Wat is dit dan? Het Walhalla van Hummelo. Oh. Ja, dat is de crossbaan hier. Probeer ik ook af en toe nog eens even lekker rond te knallen. Vanavond lekker zoepen. De daddy niet meer. De crossbaan in Hummelo, Hendrik Jan. Ja. Dit is waar je begonnen bent als klein ventje. Wat ligt deze baan hier fantastisch mooi. Ja, maar in de Achterhoek hebben we heel veel crossbanen. En in Halle bijvoorbeeld ook. En die ligt ook helemaal in het bos. Maar dit ook prachtig. Dit is eigenlijk pas een klein stukje van de baan. De rest ligt allemaal in het bos. Prachtig. Ja, geweldig. En je bent hier begonnen met crossen bij de club. Ja. Maar je zat ook in dit regionale team. Ja. Hoe werkte dat precies? Nou, ik reed al wel wat regio-wedstrijden. En
toen werd ik in één keer gevraagd om bij een team te komen. En dat was in die tijd, dus dat vond ik zelf, dat was met sponsors en dan kreeg je kleding en training. En er was voor mij zelfs een masseur bij. En, dus daar was ik heel trots op dat ik daarvoor gevraagd werd. En nou, dat was eigenlijk best wel goed, want die hadden echt een goed programma om... Nou, om jonge rijdertjes steeds wat beter te maken, zeg maar. En dan had je drie categorieën, het C, het B en het A-team. Nou, en ik zat dan in het B-team. En, dus dan kon je steeds een stapje hoger opkomen, zeg maar, door veel te trainen, samen te trainen. En, dus dat was eigenlijk, ik denk misschien wel een van de eerste teams die dat zo aanpakte. Dat was wel dat was goed geregeld. En dus hebben wij vanavond eigenlijk twee reunies in één. Want we brengen je samen met het clubje van Hummelo. Maar ook met dit team. Ah, te gek. Zin om ze weer te zien? Ja, lang niet gezien natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd, ja. Ja, leuk. Dat we naar binnen gaan. Nou, laat jullie langer in spanning. We gaan wat filmpjes bekijken, Hendrik-Jan, van je oude teammaatjes. En dat doen we normaal gesproken in een kleedkamer bij een clubhuis. Ja. Maar die hebben ze hier niet. Dus we zitten in een fantastische sleutelgarage. Het eerste filmpje gaat over Willy van Wessel. Ja. Dat was volgens mij een aardige crosser, of niet? Ja, zeker. Ja, een goede crosser ook. En zijn zoontjes die crossen nu ook weer, die zijn hartstikke getalenteerd. Dus ja, dat klopt. Maar helaas heeft hij iets eerder moeten stoppen dan dat hij had gehoopt. Zullen we eens even kijken naar zijn verhaal? Ja, leuk. Willy van Wessel is letterlijk geboren op de schrootplaats. Zijn opa scharrelde als schrootboer al van alles bij elkaar en ook zijn vader zette dat werk voort. Toch is Willy nog niet zo ervaren in het werk, omdat hij jarenlang op hoog niveau heeft gecrossed. 15 jaar lang reed hij WK's en hij werd zelfs ooit Nederlands kampioen. Door een crossongeluk verbrijzelde hij zijn bovenbeen en moest hij noodgedwongen stoppen. Als je praat over een zwart gat, mijn zwart gat was wel oneindig diep. En, maar nu... Nu ben ik eraan gewend bij mijn beide kinderen crossen. Ze doen het echt hartstikke goed. En, het heeft een plekje gevonden, maar het zijn hele moeilijke jaren geweest. Dat mijn sportcarrière dus eigenlijk voorbij was, dus is de volgende logische stap. Dus je wordt schrootboer. En dat gaat niet altijd makkelijk met mij. Omdat als je dus je hele leven profsporter bent geweest, is wat ik altijd zeg, de normale wereld, is gewoon vrij moeilijk. Krijgen we wel weg. Ja, dat klinkt stom. Ik deed dat wat het allerleukste was wat er is. Ik was er toevallig ook nog heel erg goed in. En geld kwam daar eigenlijk bij. Dus ik werd betaald voor iets waar ik begreep eigenlijk niet waarom mensen mij daarvoor deden betalen. Ik trainde in die tijd veel, deed ik altijd met Hendrik Schorsje. En als wij een afspraak hadden, hadden we een afspraak. We konden elkaar toen niet nabellen, we hadden geen mobiele telefoons. Maar als wij op maandagavond om 7 uur gingen schorsen, dan was dat gewoon voor altijd. En dat is iets wat mij gewoon heel erg bijstaat van die tijd. Dat afspraken gewoon echt stonden. We hadden echt van die groepen die samen trainen. We hadden zo vreselijk veel plezier. Ik kijk terug op een geweldige jeugd. Het is een wereld. Het is heel moeilijk, denk ik. Het is denk ik, als je dus niet in opgegroeid bent, denk ik niet te begrijpen. Maar het is letterlijk iedere dag is anders. En ook, kijk, als je zo'n berg ziet. Ja, wat koop je nu eigenlijk? Wat zit er nu in? Zit er nou zoveel procent koper in? Dus het brengt heel veel spanning met zich mee. Het is een hele moeilijke, maar ontzettend leuke wereld. En ik leer snel gelukkig, zelfs met crossen. En ja, dat is met zijn ups en zijn downs gegaan. En ik mag zeggen dat het nu eigenlijk wel weer redelijk richting de ups gaat. Maar het zijn ontzettend veel downs geweest, ja. Jammer van zo'n talent natuurlijk, dat je op zo'n manier moet stoppen natuurlijk. Want het was echt een goede coureur, ja. Zeker. En snap je dat zwarte gat waar je dan in terechtkomt? Ja, dat snap ik heel goed, zeker. Ja, dus dit zou hetzelfde zijn als je nu iets met je hand krijgt aan je spier dat je nooit meer muziek kunt maken of zo. Ja, dat moet je niet in denken natuurlijk. Dat is het liefst wat je doet. En misschien in zijn geval ook, dat hoe gek het ook klinkt, misschien wel het enige wat je echt goed kunt is dat cross. Ja, en als je dat dan niet meer kunt doen op zo'n niveau, ja, ja. Dat snap ik wel, dat het een enorme klap is.
Heb jij blijvende lichamelijk letsel overgehouden in je crossperiode? Nee. Ja, nou, ik heb mijn knie helemaal kapot gehad. Maar dat is allemaal weer goed hersteld en zo. Maar dat was wel een aardige klap. De onderband gescheurd, kruisband gescheurd, knieschijf gebroken, scheen meegebroken, polsen gebroken. En mijn auto-ongeluk nog een keer mijn nek gebroken. Dus ik heb wel van alles al meegemaakt. Maar dat is allemaal goed hersteld. Dus niks aan de hand. Proost. Alsof het niks is, hè? Nee, maar, ja, dat klopt. Maar het is allemaal, ik heb er gelukkig geen last van. Nee. Kijk eens, Carrie. Deze is voor jou. Yay! Jij wordt er wel enthousiast van. Die rode knop is voor de paniekbutton. Ik ben over bijna alle beltjes geweest. Hoppakee. Bevrijd. Goed gedaan, man. Sweet man. Jeetje. Nou, ik weet je dat ik nu eindelijk begrijp wat je er leuk aan vindt. Nou? Denk ik. Ja, gewoon dat gevoel van vrijheid of zo. En, ja, je kunt nergens anders aan denken als alleen maar daarmee bezig zijn. Dat daarom is het ook zo lekker ontspannend in die zin. Dat je gewoon helemaal alleen maar daarmee bezig bent. Dus als jij heel druk bent geweest met het organiseren van een Zwarte Cross, dan is dit ook een manier van ontspannen. Zeker. Ja, en je sport en je bent gewoon daar. Het is ook een soort van ontspanning. Heerlijk. Mooiste sport wie er is, is motocross. Ja, ja. Hoe kwam jij ermee in aanraking dan? Altijd al wel gek geweest van bromfietsen. En, dus ook eerst zeuren natuurlijk om een bromfietsje en daar dus padborden van afknippen en een cross ding van maken. En dus die lag ook met een ketting in de schuur. Want ik was natuurlijk nog geen 16 en dan moesten mijn ouders, mocht ik s'avonds als de winkel dicht was, mocht ik daar achter op het veldje even een uurtje. En dan verheugde ik me altijd de hele dag al op. Dus altijd wel gek, altijd iets met motors gaat. Maar hoe goed en talentvol was jij in die tijd? Ik denk middelmatig. Ik ben een keer clubkampioen geweest volgens mij en een keer streekkampioen. Maar goed, dat stelt natuurlijk niet zo heel veel voor. Dat is gewoon hier in de regio, zeg maar. Ik ben denk ik ook de persoon daar niet voor. Om daar alles voor te laten en om echt gewoon keihard te trainen en hard te lopen iedere dag. En natuurlijk ook van huis uit. Mijn ouders die hadden ook niet zoiets van, hey, moet je eigenlijk niet een keer hardlopen of helemaal niet. Dat maakt dan ook helemaal niks uit. Maar dat zit ook niet in me. Ik ben ook te bang daarvoor. Ik vind het leuk om te springen, maar die jongens die springen gewoon 30 keer zo ver en zo hoog en dat durf ik denk ik ook niet eens. Die wedstrijden waren met name spannend natuurlijk. En ik was natuurlijk zeker als je net begint tussen al die snelle jongens en dan sta je ertussen, denk je, oh, dan moeten we daar met z'n allen die eerste bocht in. En ik weet nog wel dat de vader van Willy van Westen mij vertelde, want ik wist echt niet wat het ging. Dus ik zei, hoe gaat het dan met de start? En hij zei, gewoon voor het hek, in de eerste versnelling, vol gas. En als dat hek valt, koppeling los en dan gewoon als een gek naar die eerste bocht. En ik stond maar helemaal tuin in mijn ogen, over de zee, helemaal te beven. En het hek dat ging en ik, bam, en ik liet los. En wop, sloeg ik gewoon helemaal achterover met de motor. En wat die hun hadden mij dus eigenlijk gewoon voor de gek gehad. En het domste wat je kunt doen is in de eerste, je moet gewoon in de tweede versnelling, want dan heeft hij gewoon veel minder. Dus ik ging als een gek, de eerste wedstrijd meteen helemaal over de kop achterover. En iedereen reed weg en ik er toen weer achteraan. En ik denk dat het helemaal aardig gelachen heeft toen. Maar die zenuwen, oh, was dat spannend. Ja, dat werkt heel goed. Als ik het vertel, dan voel ik het gewoon nog steeds. Ja? Ja. Volgens mij is dat het ding in jouw leven, toch? Als het je maar lol geeft. Ja, dat vind ik, ja. Dat is met belangrijk. Motocross, muziek maken, het organiseren van zo'n prachtig festival. Ja, maar en bij crossen maakt het me ook echt niet uit of ik win of niet. Als ik lekker gereden heb, dan ben ik de koning te raken. En denk ik, oh, heerlijk. Morgen weer. Het tweede filmpje gaat over Marcel Hartman. Ja. Zat ook bij jou in het team. Ja. Nog steeds actief ook in de motocrosswereld. Ja, klopt. En hij probeert iets zinnigs te zeggen over jouw crosskwaliteiten. Klaar voor? Ja, ik ben benieuwd. Kom maar af. Ja,
Marcel Hartman is sinds oktober vorig jaar de bondscoach van de Nederlandse motocrossers. Eind jaren 80 zat Marcel samen met Hendrik Jan in het jeugdteam opgezet door Gerard Kruiper met talenten uit Gelderland en Overijssel. Moet ik jou een beetje zien als de Louis van Gaal van het motocrossen? Dat klopt. Alleen ja, Louis die werkt met zijn selectie bepaalde periodes. En wij proberen wel, eigenlijk het hele jaar zijn wij met onze mannen bezig. Je hebt een bepaald idee hoe de sport beoefend moet worden. En daar bedoel ik mee, ja, dat je je maximale prestatie eruit haalt. En dat ja, als bondscoach zijn, dan mag je dat plan dan normaal grotendeels mag je dat invullen. Dus ja, dan kun je zien of dat inderdaad jouw visie op het geheel, of dat dan uiteindelijk ook de resultaten oplevert. Ja, Hendrik Jan was een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik zeg het maar, ze was dan ook een beetje de clown van de groep. Een beetje, ja, ik moet zeggen, qua rijden ook wel had hij best wel zijn kwaliteit en zijn mogelijkheden. Maar hij hield zich ook toen al bezig met allerlei andere dingen. Waaronder inderdaad zingen en drummen en zulke zaken. Ja, Louis. Dus dat, maar er was wel altijd degene die, ja, om mezelf erbij, ik was dan een beetje het serieuze type en hij was dan degene die de boel altijd aan het lachen bracht. Veronica Strandrace is een heel groot evenement geweest. Ja, altijd onder de pier door in Scheveningen. Dus sowieso de locatie al was uniek. En ja, hoe het precies gelopen is, weet ik niet. Maar zo ineens werd hij eigenlijk gevraagd om een liedje bij de Veronica Strandrace samen, volgens mij was het met John van den Berg in te zingen. En dan moet ik al zeggen, voor ons was dat toch wel van, hé, verrek, hij is op televisie. Iemand waar je de week daarna of de week ervoor mee op de baan aan het rijden bent en die komt dan op televisie. Op een gegeven moment liep het daar volgens mij een beetje op spaak, dat hij veel interesse had. Maar zeker als hij zijn dag had, kon hij toch een leuk stukje motor rijden. Nou, van de bondscoach, hè? Hey. Ja. Ja, had we zeker wel gelijk. Ik bedoel, ja, Marcel is altijd super serieus. Maar dat is eigenlijk wat ik straks ook zei. Van, ja, dat zijn de jongens die ik meteen wist van ik wil kampioen worden of ik wil. En die gingen daar volledig voor. En voor mij was het ook gewoon mooi. Lekker te crossen en een beetje gekje maken. Daar heeft hij helemaal gelijk in, denk ik. En leuk dat hij bij ons coach is. Ik wist het niet. Dus, ja, nog steeds actief. Die goed gedaan. Ja, een fanatiek kereltje. Hoor, ja, Marcel, zeker. Ja. En ook een goede coach, denk ik ook. Omdat hij inderdaad zo... die heeft inderdaad wel visie en die pakt het serieus aan. Ja, ja. We zijn Hendrik Jan bij de Feestfabriek, jullie bedrijf waar je onder andere elk jaar natuurlijk de Zwarte Cross organiseert. En dit is het bureau van directeur, geloof ik? Ja, 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 we zitten hier gezellig met een man of 5, 6 in één ruimte. Dit is eigenlijk een beetje de creatieve afdeling. Programma en sfeer, dus bands, de aankleding van het terrein, gekke stunts en... ja, alles wat met creativiteit te maken heeft, dat verzinnen we hier. Het mooie van ons werk is natuurlijk dat je een feest organiseert. En eigenlijk bedenken we vaak van, nou, wat zouden we zelf tof vinden om te zien als we naar een feest gingen. En dan is het natuurlijk prachtig als je dat uiteindelijk ook kunt doen. En zeker nu je wat groter bent, dus ook met budgetten wat kunnen doen. Dan kun je een toren laten bouwen van 70 meter of je laat een podium bouwen waar met een crossmotor overheen gesprongen wordt. Dat is natuurlijk wel kicken. Ja. En in het begin moest het natuurlijk allemaal... ja, met vrij kleine dingen. We reden bijvoorbeeld gewoon een tank tussen de bromfietsen en dat was dan super onverantwoord. En die tank past uiteindelijk niet eens door de tent waar hij erheen moest. Die halve tent die startte in en zo. Maar goed, zo leren we ieder jaar wat. En ja, inmiddels is het natuurlijk een prachtig feest. Maar dat is cool dat we gewoon gekke dingen kunnen verzinnen en dat ons werk is. Kan de directeur even wat laten zien van het pand en het bedrijf? Ja, er zijn een hoop zwarte medewerkers, dus ik kan niet alle koppen in beeld. Anders dan kunnen we balkjes altijd nog doen, hè? Dat geef jij maar aan. We gaan naar boven. Dit is onze kantine. Hier sluiten we iedere vrijdagmiddag de week af met een borreltje. Ja, de vrijdagmiddagborrel is hier. En we hebben hier ook al echt optredens gehad en zo met bands. En ja, dat is altijd wel gezellig hier. Het is nu een beetje lastig om te zien, maar we hebben dus nu het hele terrein op de kop gegooid. Dus niks is meer hetzelfde als dat het was. Nee. Dus dat is voor ons ook productietechnisch een hele klus om weer... het hoofdpodium stond eerst hier. Nou, die komt nu hier te staan. En zo zijn er... We hebben eigenlijk alles helemaal te kop gegooid. Om het gewoon weer lekker fris te houden. Ook voor de bezoekers, maar ook voor onszelf. Ja, waar heeft Tante Rieke de kantoor? Hiernaast. De allergrootste...
kamer. Maar tante Rikkie ligt nu ook even lekker in de zon, denk ik. Ook, ja, even aan het chillen. Ja, tante Rikkie vindt het allemaal prachtig. Die, die is er altijd klaar voor. Zo mooi dat zij nog altijd dat boegbeeld is. Dat doen jullie echt geweldig. Ja, maar ze leeft er ook echt naartoe. Ja, wij ook natuurlijk. Maar zij ook. Ze vindt het ook echt tof om dan, het festival officieel te openen. Maar de bezoekers vinden het ook tof. Want het is ook, ze deelt ook programmaboekjes uit bij het ingang van de camping. En dus ook echt iedereen die kent haar ook. Tante Rikkie, maak een foto. Ja. En, nou, mooi man. Het wordt ons handen gedragen, letterlijk en figuurlijk. Ja, dat klopt. Het lijkt wel eens alsof, misschien is dat ook, hè, die lijfspreuk, alles komt goed, PV, wat jullie dan ook hier gebruiken, dat ook wel echt gewoon geldt voor wat jij doet. Dat die instelling het ook maakt dat alles wat jullie doen, dat het ook gewoon goed komt. Ja, maar dat is ook, dan zeg je het ook wel goed. Dat is ook de houding van ons allemaal hier. Zo. Van, kijk, we gaan ergens aan beginnen. En dan, hoe dan ook, zorgen we ervoor dat het goed komt. En is het niet linksom, dan rechtsom. En, en als iets tegen zit, wat dan ook, dan is het... dan regelen we wel iets of vinden we wel een oplossing waardoor het wel goed komt. En dat is wel de instelling die iedereen heeft. Gewoon, van, gewoon aanpakken, de schouders eronder. En dan komt het ook vaak wel goed. Ik bedoel, niet te snel opgeven en in je ding geloven wat je doet. En dan... daar komt het meestal goed. Mislukt er wel eens iets in jouw leven? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik heb Gijs als compagnon. Dat had ik nooit moeten doen. We hebben ook van allerlei evenementen georganiseerd. En daar zagen we ook helemaal zitten. Daar werd ook allemaal gepraat. Oh ja, maar er zijn zoveel mensen die daar omheen. En er was ook aan het water en dit en dat. En wij... Ik liep finaal de mist in, heeft bakken voor wat geld gekost. Maar ja, goed, daar leer je ook van. Dat maakt ook niet uit. Ik bedoel, het is heus niet zo dat alles wat we doen, dat zomaar in één keer in goud verandert of zo. Maar we hebben met Jovink ook gewoon... Kijk, het begint natuurlijk met iets wat je gewoon mooi vindt te doen. Dat was muziek maken en een hoop lol trappen. En gewoon daar ook zelf niet te serieus mee bezig zijn. Ja, dat is uiteindelijk wel een succes geworden en waardoor, ik weet het eigenlijk zelf niet goed. Niet omdat we muzikaal zo goed waren of zo, maar het had wel iets, een soort van energie, dat mensen zeggen van, dat is gewoon leuk om te zien. Die jongens hebben er plezier in en dat straal je ook uit en dat breng je dan ook over naar het publiek of zo. Zonder dat we echt zulke geweldige muzikanten waren of zo. En dat is later wel, je wordt natuurlijk wel steeds beter met het muziek maken, maar... Maar het is mooi toch dat het een het ander weer heeft opgeleverd. Dat dit bedrijf ook voortkomt uit die passie. En die Zwarte Cross is ook natuurlijk. Ja. We gingen voor de grap crossen op een weiland. En iedereen mag meedoen. We hebben daar een tentje neergezet en crossbaan gemaakt. En nu ben je 17 jaar later en is het een van de grootste. Maar het is allemaal ontstaan. Het is niet ontstaan uit een commercieel plan of zo. Het is allemaal eigenlijk uit lol ontstaan gewoon. Dat is wel heel bijzonder. Paul Kempers was ook een fanatieke crosser. Ja. Weet je wat hij nu doet? Nee. Zullen we kijken? Ja, ik ben heel benieuwd. Paul Kempers was vroeger een fanatiek crosser bij TCD Hummelo. De geboren Achterhoeker koos op een gegeven moment voor zijn studie en werk in de voedingsmiddelentechnologie. Hij verliet de Achterhoek en woont inmiddels met vrouw en kinderen in Beuningen. Wauw, sneeuw gewoon. Paul werkt al een aantal jaren in Gent bij PV Industries. Een uniek bedrijf in de wereld dat zijn geheimen niet prijs wil geven. Filmen in de fabriek is daarom ook geen optie. We maken hier een eiwitgel. Die speciaal wordt gemaakt om, als worstomhulsel. Het is ter vervanging van de natuurdarm. Dat leveren wij aan vleesverwerkende producenten. Die met een speciaal apparaat daar worstjes van kunnen maken. Wordt onder andere veel gebruikt voor knakworst en rookworst. Zelfs verse worst is een mogelijkheid. Je komt het niet in de supermarkt tegen. Je ziet het alleen maar in verwerkte vorm. En dan is het dus het hele dunne vliesje wat om een rookworstje heen zit. Uit een blik of uit een knakworst. We hebben een uniek proces. En dat willen we graag zo houden. Dus we schermen dat af voor de buitenwereld. En we houden onze geheimen binnenshuis. Er zijn weinig bedrijven die dit maken. We exporteren vooral in West-Europa. Maar goed, daarnaast gaat het ook wel naar klanten in Japan en Zuid-Afrika. Vaak zie je aan crossers dat ze toch wel of in het wereldje blijven of vaak iets met techniek, auto's te maken hebben.
Dus ja, wat dat betreft ben ik wel iets anders gaan doen. Ja, het was een leuk ploegje doen bij elkaar. Er werd ook afgesproken om samen ergens naartoe te gaan rijden. 'S morgens had je ontmoetingsplekken van een aantal busjes en dan reed je met z'n allen naar het circuit toe. En dat waren altijd hartstikke leuke dagen, ja. Die ga ik meestal vestigen dicht bij het werk. Dat was toen in Beuningen. Inmiddels dan in Gent en reisafstanden zijn te overbruggen. Maar ja, de Achterhoek, dat trekt nog steeds. En hoe uitziet dat? Nou, dat we toch denk bijna elk weekend wel zaterdags in de Achterhoek zijn. En ja, mijn oudste dochter daar op ponyles gaat 's morgens vroeg. En vaak na de middag gaan we naar de crossbaan, vaak naar de TCD. En dan worden daar de rondjes gedraaid. Aan het eind van de middag pakken we alles weer in en dan gaan we weer terug richting Beuningen. Mm-hmm. Is het niet handig om in de Achterhoek te gaan wonen? Ja, maar dan moet je alleen de rest van de familieleden daarvan overtuigen. En dat lukt dan niet zo best? Nee, ja, ik heb er al een paar om, maar nog niet allemaal. Ik zeg wel, als we zaterdagmorgen daar naartoe rijden, dan voelde dat thuiskomen. En ja, ik kan het niet, verder niet beschrijven. Het is het gevoel daarvan, van openheid, vrijheid. Niet die buurman op 10 meter naast je. Dat is prettig. Ja, apart, had ik niet verwacht. Maar hij werkt daar dus, of niet? Ja. Ja. Spreek jou wel aan, denk ik, als slaagzoon. Ja, nee. Zeker. Ja, ja, inderdaad. Hij heeft ook nog gedaan, ja. Kan jij je voorstellen dat je uit de Achterhoek weggaat? Nee. Nee. Ja, naar Costa Rica of zo. Op vakantie? Of ja, voor goed? Nou ja, dat lijkt me wel. Dat lijkt me eigenlijk nog wel een keer. Ja? Ja, dat lijkt me. Nee, maar de Achterhoek. Nee, prachtig man om hier te wonen. Ja. Heerlijk. Nee, ik zou niet gewoon weggaan. Nee, ik ga niet weg. Zelfs niet naar Costa Rica. Zullen wij naar Paul en de mannen toe gaan? Ja, leuk. Ik ben echt heel benieuwd om ze te zien. Ja? Leuk. Ja. Let's go. Ja. Oh. Moet ik het even over hebben. Oh, ik ben nog nooit zo ergens uitgekomen. Fantastisch. Hey Eugene. Ja, zitten de mannen. De zwaterkrassers. Clubgenoten, ik ga je even aankondigen hoor. Ja, doe dat maar. Hier is Hendrik Jalovic. Goedenavond. Ga lekker naar stoel. Oh, applaus dan toch even. Hij is al 4 dagen niet gezien. Oh, hier, François. Hey. Klaas de Boyer de Buntman. Ja, mooi. Godverdomme. Nou, dat is alweer een tijdje geleden. Willy. Ja, jongen. Wat een loon voor de woorden. Dankjewel. Ik zag een filmpje. Klasse. Lang niet gezien. Nee. Kom aan de cola, jongens. Wat is hier aan de hand? Hoe is het? Alles goed? Ja, ja. Marcel, de bondscoach, wat een lovende woorden, dankjewel. Zo, daar ben ik. Hé, hey, wie is dat dan weer? Ik zie een paar blokjes. Ik zie een paar blokjes in beeld, maar het is Gerard Kruiper, of niet? Ja. De oude coach. Oude coach, hé, hey, maar wat doen we? Dialect? Of moet Hollands doen? Oh, dat maakt niet zoveel uit volgens mij. Dan ondertitelt het maar even keer. Hoe is het, goed te pas? Ja, super goed te pas. En je zit dan lekker te rentenieren ergens in het buitenland, zie ik zo. Ja, we zitten aan het geld aan het opmaken. Ja, nee, goed. Voor alle prijzengeld van vroeger. Hé, hey, maar ik vond het donders leuk dat je bij ons in het team zat. Ik denk, binnen elke dag nog een denk ik aan jou. Dankjewel, kalm aan. Hoi, Hendrik. Groetjes aan iedereen. Groetjes. De groep iedereen. Doei. Ja, het is lachen, gieren, brullen en er komen al die verhalen van vroeger weer naar boven, wat er allemaal gebeurd was en hoe het allemaal ging vroeger en ja, dat is gewoon gigantisch. En dan een flesje bier erbij en nou, een paar die kunnen helemaal niks hebben en dan komen er nog meer verhalen naar boven. Ja. Er zitten wel een paar bij hoor, moet ik zeggen, die iets serieuzer zijn, maar die waren vroeger ook al zo. Ik ken natuurlijk die jongens hier uit Doetinchem en de omgeving. Van vroeger, maar ook van nu nog. Want Hendrik en ik crossen nu nog steeds allebei. En we komen nog steeds regelmatig hier op de Heksenplas. En we zijn nog steeds lid van TCD. Dus er is niet veel veranderd. Er wordt ook alweer over gepraat om toch nog maar eens weer een keer samen bij elkaar te komen met de ouders er nog bij. Dus dat, ja, dat zou wel leuk zijn. Kijk, vroeger was het altijd wel een beetje iemand, oh, het komt wel goed, het komt wel goed. Nu niet, dan komt het morgen wel. Nee, maar het is nu echt iemand,
echt een zakenman, laat ik zo zeggen. Dus dat is echt wel, hij is goed terechtgekomen, laat ik zo zeggen. Ja, een borreltje hier erbij, dat verhoogde feestvreugde. En nee, ik vond het echt hartstikke leuk. Het was ja, een goede sfeer en volgens mij vond iedereen het leuk. Maar ik zou heel graag deze teamfoto, en ik weet dat niet iedereen aanwezig is die hierop staat. En we hebben natuurlijk twee clubs eigenlijk, hè? Ook Hummelo, en daar was geen teamfoto van. Mm-hmm. Dus we voegen alles even bij elkaar. En dan wil ik 25 jaar later eigenlijk deze avond nog even vastleggen. Hello. 25 jaar later? Ja. Hè? Zijn er wat grijze haartjes bij? Ja, dat begint om te komen. Kun je nog op de knie of niet? Je hebt alles zo vaak geblokken en al... Renat, we zijn weer samen. Ja, ik hoor je wel. We zijn weer samen. Oké, okay, clubgenoten, zijn we er klaar voor? Ja, helemaal. Ja, 1, 2, 3 en enthousiast. Niks meer aan doen. Fantastisch, met die ondergaande zon zo. Echt prachtig. Nou, dit was weer een hele gezellige, leuke reunie van Hendrik-Jan Lovink. Volgende week heb ik ook weer een topper, namelijk oud-voetballer Simon Tahamata. Jawel, hij werd met Ajax maar liefst 3 keer landskampioen. Speelde natuurlijk voor het Nederlands elftal. Maar wat u misschien niet weet, is dat hij in Tiel is begonnen met voetballen. Bij FC Chans, de Molukse club. Volgende week breng ik hem dus weer samen met dat team. Nou, gaan we nou echt zuipen of wat? Ja. Proost. Wil jij meedoen? Ja, ik ben klaar met werken. Biertje. Biertje.